Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Puk, jullie video ranger van Burger Zoo. En we gaan het vandaag hebben over anticonceptie. Wij staan nu in de ocean bij de roggen. En met de roggen is ook iets heel bijzonders aan de hand. Maar daar gaat bioloog Max mij alles over vertellen. Dus let's go! Hoi! Hallo Max! Hoi Puk! Wat is hier aan de hand met roggen en anticonceptie? Ja, dat is eigenlijk wel raar, hè? Dat je ook bij vissen anticonceptie kan hebben. Anticonceptie is eigenlijk dat je gewoon een soort hormoonsprikpil geeft. Ja. Waardoor ze dus niet meer kunnen voortplanten. En dat is wat we hier geprobeerd hebben met onze adelaarsroggen. Ja, en jullie zijn in 2018, heb je hier dan ook echt een doorbraak meegemaakt? Ja, we zijn de eerste in de hele wereld die dat ooit een keer gedaan heeft met een vis. Hè? Een rog is een vis. Ja. En ja, dat was ook maar afwachten van gaat dat lukken, gaat dat niet lukken. En het is het gelukt. Het is gelukt. Ja. We gaan zo naar boven, de roggen voeren. Ja, precies. En dan ga je me alles over vertellen hoe dit werkt. Ik ben ontzettend benieuwd. Laten we gaan kijken. Oké, Max, we hebben het over anticonceptie. Wat is anticonceptie nou eigenlijk? Ja, dat is best ingewikkeld om dat uit te leggen. We hebben allemaal hormonen in ons lijf en met die hormonen die zorg je ervoor dat je je kan voortplanten. Ja. En anticonceptie is eigenlijk een manier om te zorgen dat die hormoonhuishouding net veranderd wordt. Dat je niet te veel verandert in je lichaam, maar dat je daardoor niet lukt meer om voort te planten. Dat is eigenlijk wat je doet. Dus je hebt eigenlijk een pilletje of een manier om ervoor zorgen dat je niet meer kan voortplanten. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Top. En jullie zijn dus gaan onderzoeken hoe gaan we dat nou doen op vissen, specifiek op de adelaarsrog. Ja, dat is natuurlijk wel spannend. Hè? Want ja, die anticonceptie, dat wordt in dierentuinen wel vaak gebruikt voor bijvoorbeeld zoogdieren. Maar ja, dat zijn heel andere type hormonen dan bij vissen. Ja. Dus gaat dat nou werken of gaat dat nou niet werken? En dat was wel heel erg spannend. Ja, en dat is gelukt? Het is gelukt. Wat goed. Ja, en dat is wel leuk hoor, want zij heeft die rog, hè, dat is een hele grote adelaarsrog. Die had al meer dan 20 jongen gehad. Ja. En dat ging continu door, heel braaf. Iedere jaar had ze jongen, die pil gegeven. En sindsdien heeft ze geen jongen meer. Dus je kon daardoor heel makkelijk conclusie trekken. Maar nou, dit het is gelukt. Ja. En is het dan ook zo dat andere dierenparken dit dan van ons overnemen? Dat je dat dus ook leert aan andere dierenparken, dat zij ook weer met jullie onderzoek. Ja, dat klopt. Je probeert eigenlijk een paar technieken te vinden om te kijken van hoe je kan voorkomen dat je te veel kweekt met bepaalde individuen. En heel Europa zit vol met Arnhem-adelaarsroggen. Arnhemse roggen. Dus dat is natuurlijk heel erg gaaf. Maar ja. Je moet daar toch wel een beetje keuzes in gaan maken. Ja. Korte, hele andere vraag. Je zegt het is een hele grote rog. Zijn vrouwtjesroggen groter dan mannetjesroggen? Bij de adelaarsroggen zijn de vrouwtjes een stuk groter. Ik denk dat nummer 2, want die heeft die prikpil, ik denk 6 jaar geleden nu gehad. Okay. Ik denk dat ze ongeveer 1,80 meter breed is. 1,80 meter. En weegt ongeveer 90 kilo. Dus dat is wel een stevige dame hoor. Maar die gaat nu aan het voeren. Ja, ik weet niet of die tevoorschijn komt. Kijk, ze komt daar net aan zwemmen. Oh, ja. Zo. En hoe werkt het dan nu? Krijgt zij dus een prikpil, hoor ik je zeggen? Ja, ze heeft dus een klein, dat is een rietje. En in dat rietje zit gewoon onderhuids, is erin geïnjecteerd door de dierenarts. En daar zitten dus de hormonen in die heel langzaam een beetje afgeeft. En die zorgt ervoor dat ze dus niet kan voortplanten. Alleen hoe lang dat gaat werken, dat weten we niet. Dus dat vragen we over een paar jaar weer. Ja. En dan weten we misschien weer iets meer. En kun je zien aan de rog, aan de vrouwtjesrog, als zij zwanger is, drachtig is? Ja, je kan zien dat ze drachtig zijn. Okay. Dus ze hebben een jong die ontwikkelt in de buik. En op een gegeven moment zie je echt een dikke buik ontstaan. Oh. Dus daar kan je altijd wel zien. En dat duurt zo tussen de 8 à 12 maanden, de dracht. En dan wordt het jong, het miniatuurtje eigenlijk geboren. En we hebben er nog eentje boven zitten. We hebben er een boven zitten. Misschien wel even leuk om even te gaan kijken. Wij gaan straks even naar het babyjong kijken. Oh, heel leuk. Ja. Oké, we gaan nu onderweg naar het jong. Naar het jong van de adelaarsrog. Die zit in quarantaine achter de schermen. Dus het is veel handiger om gelijk het dier apart te zetten. En te controleren of hij niet ziek wordt. En, zo kan je veel beter zien. Ja, je kunt het in de gaten houden. Ja. Hoe groot is zo'n adelaarsjong als het wordt geboren? Nou, het verschilt een heel klein beetje tussen pak een beetje. Nou, wat is vind het? Vind ik eigenlijk al best wel groot. Ja, tot zelfs ietsje groter. Dit formaatje zo. Ja. Bijzonder. En ook heeft alles al erop en eraan. Alles zit erop en eraan. Maar ook gifstekels. Ik wil zeggen, de gifstekel ook al. Ja, en alleen die is nog wel een beetje verpakt. Want anders zou die natuurlijk mama kunnen prikken bij de geboorte. Hè. Ja. Dat zou een beetje jammer zijn. Ja. Maar hier heb ik zo'n stekel. Kijk, zie je dat? En deze is ook van de adelaarsrog? Dit is ook van de adelaarsrog. Het is allemaal van die weerhaken aan, zie je dat? En waarom ik die gepakt heb, hier in dit potje, hebben we een heel klein stukje zitten. Zie je heel dat? Klein stukje, ja. Wat we doen is, we knippen heel vaak het bovenste stukje van de stekel eraf. Ja.
Want daar zit namelijk ook wat weefsel op. En weefsel, daar zit, DNA, DNA in. Ja. En DNA is heel handig, want daar kunnen ze namelijk in een laboratorium kijken wie is papa en wie is mama. Die stekel die groeit vanzelf weer aan. Ja. Dus dat is eigenlijk helemaal geen probleem voor het dier. Ja. In hoeverre is een adelaarshoog nou echt gevaarlijk? Nou, kijk, als je naar zo'n stekel kijkt met allemaal van die weerhaken en die zou je prikken, dat zou toch wel jammer zijn hoor. Okay. En ze zijn giftig, dus het is ook nog, je krijgt ook tranen in je ogen ervan. Je gaat er niet aan dood. Okay. Maar bijvoorbeeld pijlstaartroggen, die hebben halverwege de staart ook een stekel en daar kunnen ze echt mee slaan. Oh joh. En dat is veel gevaarlijker. En wanneer doen ze dat? En wat voor situatie? Nou ja, als ze ergens van schrikken of als ze gepakt worden. Of, ja, dus dat is, ja, daar moet je wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Adelaarshoggen hebben het begin van de staart zitten. Dus daar kunnen ze eigenlijk helemaal niks. Ze kunnen hun billen een beetje bewegen zo, maar verder kunnen ze verder niet. Verder zwemt, komt hij er gewoon achteraan. Ja, precies. Dus. Oké, Max, we staan hier ondertussen bij het bij de jong. Quarantaine, bij het jong. Ja. Even kijken waarop ze wil komen. Oh joh, ze is nieuwsgierig. En dit is een vrouwtje, dus dat is ook wel leuk. Want de afgelopen tijd hebben we vooral mannen zijn er geboren. En ja, die zijn een beetje oververtegenwoordigd in Europa. Dus, dus het is goed eigenlijk dat er een... Ja, voor het programma is het heel goed dat we nu een vrouwtje hebben. Oh, wat goed. En het leuke van dit diertje is ook dat dit de tweede generatie is. Oké. Okay. Dus een jong wat hier al een keer geboren is, is de mama van dit jong. Dus het wat is wel heel bijzonder. Erg leuk dat we nu weer een stapje verder zijn. Kijk. Ze is ook wel echt nieuwsgierig, want ze komt hier iedere keer even koekeloeren. Ja, dat is precies de reden ook waarom ze natuurlijk achter de schermen zit. Hè? Want ze zit alleen in dit aquarium tijdelijk. Ja. En hier met dat blauwe t-shirtje denkt ze, eten. Dus daar reageert ze gelijk op. Hier ook. Dus ze is nu een beetje boos op om te worden dat ze niks krijgt van mij. We hebben het dan hier over de vrouwtjesjong gehad. Ja. Hoe zie ik nou dat dit een vrouwtjesjong was? Ja, dat is wel moeilijk. Zo van bovenaf is het moeilijk te zien. Okay. Van onderaf kan je dat vrij makkelijk zien. Okay. Of het een mannetje of een vrouwtje is. Want bij het mannetje zitten er eigenlijk twee penissen. Dus een soort uitgroeisel van de vinnen. Ja. En dus dat ziet er heel anders uit dan bij het vrouwtje. Ja. En als je dus beneden als bezoeker in de ocean staat, dan moet je dat eigenlijk gelijk kunnen zien. Ja hoor, dat valt echt wel op. En ik hoorde ook, jullie hebben ook wel eens tweelingen. Ja, dat zie je bij deze soort wel vaker gebeuren. Okay. Tweelingen, soms wel eens drielingen. Oh. Maar het grappige is als op het moment dat we eigenlijk gaan laten onderzoeken wie papa is. Ja, met kwam, dus het stukje DNA. Met het stukje van de stekel. Kwam het op een gegeven moment terug met het resultaat dat we een tweeling hadden, dus van één moederdier. Ja. Alleen de tweeling had twee verschillende papa's. Dus de ene jong kwam van de ene papa en de andere jong kwam van de andere papa. Dat is natuurlijk wel heel erg grappig, hè? Heel interessant. Ik hoop dat jullie thuis allemaal kunnen zien vanaf nu wat het mannetjesrog is en wat de vrouwtjesrog is. Dank jullie wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei. Doeg.